Goedendag en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 25 januari. Met vandaag onrust onder winkelierscentrum over culturele zondag. GroenLinks probeert opnieuw een gemeentemuseum in de stad te krijgen. Onrust door griepvirus in de koepel. En drukte door afsluiting IJsselbrug. De GroenLinks-fractie in de Arnhemse gemeenteraad probeert het nog maar eens. In de opiniebijlage van de Gelderlander lezen we dat fractieleider Katelijne Bouwkamp nog eens een poging doet om het gemeentemuseum naar de binnenstad te krijgen. De partij was destijds een voorstander van het ARTA-plan, waar museum en filmhuis een gezamenlijk onderkomen krijgen, maar dat plan werd afgeblazen. Bouwkamp zegt in de Gelderlander te hopen dat de gemeenteraad alsnog overstag gaat als er gestemd moet worden over de toekomstplannen van het museum Arnhem. Het was al volop in het nieuws gisteren. De paniek die uitbrak onder vluchtelingen in de vluchtelingenopvang De Berg in de voormalige koepelgevangenis. Plotseling werden een kleine 40 mensen ziek en misselijk en niemand wist in eerste instantie wat er aan de hand was. De bewoners waren bang dat het iets te maken had met gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek het gewoon een griepvirusje te zijn. Inmiddels was wel 112 gebeld. En waren brandweer, ambulance en politie met gillende sirenes op weg naar de koepel. En dat bracht nogal wat onrust in de wijk. Buurtbewoners kwamen hun huizen uit om te kijken wat er aan de hand was. Gelukkig niets ernstigs. In de koepel is nu een medische post ingericht waar vluchtelingen terecht kunnen met hun klachten. In de koepel verblijven ongeveer 400 asielzoekers. Iedereen wist al heel lang dat de IJsselbrug bij Doesburg voorlopig dichtgaat voor werkzaamheden en toch stonden er op de A12 vanochtend vroeg al ellenlange files. Het verkeer dat normaal gesproken over de Doesburgse brug gaat, moet er nu een hele andere route nemen. Er komt nieuw asfalt op de brug over de IJssel bij Doesburg en de bedoeling is dat de brug op 19 januari weer open gaat. Ik heb aan de telefoon René Kraaienbrink. Welkom in de uitzending. U bent de eigenaar van tabakswinkel aan de Koningsstraat. Tevens voorzitter van de Koningsstraatcomité en lid van CCA. Er wordt gesproken over een culturele koopzondag die dan in de maand april zou moeten plaatsvinden in Arnhem. En er hangt een prijskaartje aan. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het een absurd hoog bedrag voor een eendags evenement. Ik bedoel, 70.000 euro dat al voor één dag te besteden voor een iets cultuurachtig, meer verkoop bevorderend in de winkels. Ik heb mijn vraagtekens daarbij. U noemde het al, hè, bedrag van 70.000 euro voor een festival wat één dag duurt. Wie zou dat geld moeten ophoesten dan? Nou, dat komt allemaal van de ondernemers uit, hè, van ons SOVA. Dus het is wat wij betalen aan extra OZB. Alle ondernemers in heel stad Arnhem. Die zit in de pot en die wordt verdeeld door een commissie. En ja, er is al wel toegezegd om 40.000 euro te besteden. Inderdaad, toegezegd 40.000 euro. Vind ik een hoop geld voor een eendags evenement. Terwijl de ondernemers meer zitten te wachten op een breed gedragen evenement wat meerdaags is. Bijvoorbeeld te denken aan de Giro die eraan komt, de beelden tentoonstelling, de Liberation. Dat soort evenementen, daar hebben wij wat aan. Maar niet één dag en dan zoveel geld verkanselen. Ja. Omdat er kunstenaars ingevlogen moeten worden. Ik denk dat wij in Arnhem en omgeving best wel kunstenaars genoeg hebben. Die daar ook capabel genoeg voor zijn. En die het voor veel minder geld doen. De bedoeling is met deze culturele koopzondag in april. Om dan muziek en theater te brengen. En u zegt, ja, we hebben zelf genoeg artiesten. Dat denk ik wel. En ik denk dat het voor veel minder geld kan. Ik bedoel, we hebben net een jaar lang een debakel achter de rug van het binnenstadsmanagement. Dat we met z'n allen weer goed op de rit hebben gezet en proberen te zetten. En dan komt straks weer een nieuwe binnenstadsmanagement. En dan krijg je gelijk de eerste 3 weken van het nieuwe jaar krijg ik al zo'n evenement om de oren. Wat één dag 70.000 euro moet kosten. Dat denk ik me eigenlijk, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Waarom moet altijd zo'n geld verkanseld worden? Terwijl wij prachtige evenementen hebben neergezet de afgelopen jaar. Met te denken aan het winterfestijn. Waar we ook een kerstmarkt hebben gehad. En waar ik een aanvraag gedaan heb van 1500 euro. En wat gewoon afgewezen werd. Terwijl daar 100.000 man op afkomen. Op één dag.
Tot slot het weer. Het was vandaag zonnig bij een temperatuur tussen de 11 en 14 graden. Ook morgen af en toe zon, maar woensdag wordt een regenachtige en onstuimige dag. Het blijft voorlopig zacht. Bedankt voor het kijken, nog een prettige dag en graag tot morgen!